Mijn naam is Davy Rijmakers en leuk dat jullie kijken naar deze video op mijn kanaal. In deze video zullen we de laatste hand gaan leggen aan onze PHP-website. Als we op dit moment naar de website gaan kijken, zien we dat de website eigenlijk goed werkt. Alleen als we naar een pagina toe gaan, bijvoorbeeld naar de pagina Films, dan zie je hier bovenin komen staan Actie is film. Nou, dit mag natuurlijk wel, alleen film.html ziet er natuurlijk mooier uit. En ook als je naar de film zelf toe gaat, zie je nu komen te staan Actie is film, ID is James Bond. Dat zou natuurlijk mooier zijn als er komt te staan jamesbond.html of zelfs .film. En dit gaan we doen met URL rewrite. Daarvoor gaan we naar zijn Notepad++ toe. En heb ik alvast een documentje geopend. Als eerste open ik hier 5 error documenten. En de bekendste van is natuurlijk de 404 error, oftewel de page not found error. En ik geef aan wat er eigenlijk moet gebeuren. Ik wil deze gaan doorleiden naar de pagina 404.html. Als we namelijk op dit moment naar de website toe gaan en we gaan naar een pagina toe die niet bestaat, bijvoorbeeld test.html, dan zie je dat er een standaard not found pagina komt te staan. Deze pagina ziet er natuurlijk niet zo mooi uit en ik wil natuurlijk liever dat hij een pagina weergeeft in onze eigen huisstijl. Daarvoor gaan we deze pagina doorverwijzen naar een andere pagina die in onze opmaak zal zijn. Vervolgens gaan we de rewrite engine aanzetten, oftewel welke pagina's we willen gaan herschrijven. En dan ga ik eigenlijk altijd aan de onderzijde beginnen en werk ik van onder naar boven. Het klinkt misschien een beetje omslachtig, maar persoonlijk vind ik dit het fijnst werken. Onderaan gaan we een slash neerzetten. En dat betekent eigenlijk dat als je naar de website toe gaat, dus onze filmsite.html, dat die standaard zal gaan naar de pagina home. Zodat je onze homepage, die we vorige week hebben aangemaakt, ook standaard zal gaan inladen. Vervolgens ga ik de tweede regel openen en dan zie je hier een variabele staan. Haakje openen, punt plus, haakje sluiten, punt html. En dit betekent eigenlijk dat alles wat voor de punt html komt te staan, gaat die in een variabele zetten en die gaan we hier achteraan uitlezen. Dus dan krijg je eigenlijk, stel hier staat test, index.html, actie is page en page id is test. Dus dan weten ze ook dat we de pagina test willen gaan openen. Daarboven gaan we een nieuwe regel aanroepen en die regel heet contact.html. Ik wil namelijk dat op het moment dat we contact.html intikken, we niet naar de informatiepagina, dus naar de functie page toe gaan, maar ik wil dat we naar de functie contact toe gaan. Dus daarom doe ik hier contact apart neerzetten en die gaat naar actie is contact. Hetzelfde geldt voor de films. Als we naar films.html gaan, wil ik dat hij het doorstuurt naar de functie films en niet naar de informatiepagina over de films. En wanneer je in de URL-balk films slash de naam van de film en nog een slash weergeeft, wil ik dat hij naar de pagina gaat over die film. En hetzelfde geldt voor de genres. Als je in de URL-balk genres slash de naam van de genre en dan het genre ID opgeeft, wil ik dat hij automatisch doorstuurt naar alle films die binnen die genres horen. Hetzelfde geldt voor de beheerpagina's. Als we naar beheer slash film toevoegen slash gaan, wil ik dat hij je doorstuurt naar de module beheer en de functie films toevoegen. Hetzelfde geldt bij het wijzigen. Beheer slash film wijzigen, dan de film ID, wil ik dat hij doorstuurt naar de module beheer, de functie films wijzigen en het film ID is gelijk aan de variabele die we hierin hebben gezet. Wanneer in de URL één variabele staat, kunnen we die aangeven met een $1. Heb je twee variabelen gaan, dan zul je met $1 en 2 kunnen werken. Dus de eerste is een $1 en de tweede is een $2. Zoals jullie zien maak ik gebruik van verschillende extensies, zoals een .html en een slash. Maar je zou ook zelf extensies kunnen bedenken. Stel, als je naar de filmpagina toe gaat, zou je de filmnaam en dan .films kunnen typen. Dat ziet er ongeveer zo uit. De filmnaam .films en vervolgens opent hij de film. En als je dit gaat testen, zul je ook zien dat het werkt. Al is er bij het maken van zo'n document wel belangrijk dat je eigenlijk in een soort van piramide gaat werken. Je begint onderaan met de kleinste en bovenaan begin je met het meeste. Nou, je kunt ook goed zien als ik even een paar tapjes geef. Nou, je kunt het nu ook duidelijk zien. Onderaan begin je met de kleinste en je eindigt bovenaan met het grootste. En het heeft ermee te maken omdat de server vanaf bovenaan gaat kijken. Hij gaat eerst kijken, kan ik iets vinden wat hierop lijkt? Ja, maak dan dit. Kan ik het niet vinden? Ga dan kijken of ik dit misschien kan vinden.
Zo ja, maak er dan dit van. En zo gaat hij uiteindelijk naar beneden. En als allerlaatste komt hij hieraan en zegt hij, ja, als ik niks anders kan maken, dan ga ik maar deze openen. Nou, we gaan de pagina opslaan. Ik ga wel eerst even de tapjes terugzetten, want met deze tabs kan het zijn dat het niet gaat werken. We gaan dus naar bestand, opslaan als, en vervolgens gaan we naar mijn map toe. Nou, je ziet dat ik de pagina al een keer heb opgeslagen en ik heb hem opgeslagen onder de naam htaccess.txt. Nou, ik sla de pagina op. In de volgende stap zullen we het document gaan uploaden naar onze website. Nou, je ziet er aan de linkerzijde de mappen staan zoals ze op mijn computer staan. En aan de rechterzijde staan de mappen zoals in onze Filezilla staan. We gaan dus op ons document staan en we slepen hem eigenlijk richting de server. En als we dan even wachten, zul ik zien dat hij het document heeft toegevoegd. Maar nu moeten we nog één ding gaan doen en dat is de extensie weghalen, oftewel de .txt. We gaan de .txt weghalen en we zetten helemaal vooraan een punt. Dus uiteindelijk is de naam dus .htaccess. Dit is erg belangrijk, want als je de naam anders noemt, of bijvoorbeeld zonder de punt, of met een .txt erachter, dan zal het niet gaan werken. Dus het is altijd belangrijk om deze naam neer te zetten. We klikken op Enter en je zult ook zien dat bij bestand hier .htaccess komt staan. Nou, nu is er één ding waar we rekening mee moeten houden. Op het moment dat we deze pagina gaan verversen, klik ze op F5, dan zul je ook zien dat hij verdwijnt. En dit heeft ermee te maken omdat .htaccess bestanden standaard niet zichtbaar zijn. Hij staat al op de server, maar we kunnen hem standaard niet zien. Zou je dus een nieuw document willen gaan uploaden, kun je best weer je .htaccess.txt gaan neerzetten, de extensie weghalen weer en er weer gewoon een punt voorzetten. En dus nu het grote moment om de website te gaan testen. En wanneer we de pagina gaan vernieuwen, zul je ook gelijk zien dat we worden doorgestuurd naar onze homepage. Nou, het enige wat we nu nog moeten gaan doen, is dat we de linkjes achter het menu moeten gaan veranderen. Want standaard staan ze nu nog gewoon op onze langere links. Dus dit ga ik even doen. Ik heb op dit moment alle linkjes binnen de website veranderd. En wanneer we dus ook op een film gaan klikken, dus bijvoorbeeld Skyfall, zie je komen het staan in de URL-balk films/skyfall/. Maar we hadden ook gezien dat je ook kon plaatsen .films. En dan mocht dit gedeelte weg. Ook dit gaan we testen. We klikken op Enter en je ziet ook dat hij onze film Skyfall gaat inladen. En tevens is het ook het laatste wat we gaan doen aan deze website. Vanaf volgende week zullen we namelijk gaan starten met een nieuwe serie op dit kanaal. En dat zal namelijk een serie zijn waarin ik jullie laat zien hoe dat je zelf je eigen webshop kunt gaan maken die we uiteindelijk achter deze website kunnen gaan koppelen. Kortom, wil je geen enkele video missen, vergeet dan zeker even je blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren op dit kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer terug bij een nieuwe aflevering van een nieuwe serie op dit kanaal. Tot volgende week.